Ja, lieve mensen, hallo allemaal. En ik mag wel zeggen: een hele bijzondere en speciale hallo allemaal. Want vandaag is het eindelijk weer zover. De Hemelvaartsdag. En uh, als ik zo vrij mag zijn om namens ons allen te spreken en daar dan ook wat van te vinden. Denk ik dat ik niks meer zeg wanneer ik de woorden spreek. Uh, Hemelvaartsdag, de mooiste dag. Van het jaar. En nu zie ik jullie denken: van ja, maar Vincent, wat maakt Hemels. Wat maakt in hemelsnaam hemelvaartsdag uh, in het kader refererend uh, in vergelijking aan alle andere dagen van het jaar? Wat maakt hemelvaartsdag dan zo ontzettend speciaal en bijzonder? En ja, wanneer ik daarover nadenk, uh, denk ik dat ik eigenlijk alleen nog maar één ding daarop kan zeggen. Ik heb echt geen idee. He, en het boeit me ook echt geen flikker, maar hemelvaartsdag is wel de uitgelezen mogelijkheid om allerlei leuke hemelvaartsdingen te doen. He? Dus als je twijfelt of je, bij, je denkt bij jezelf: ja, ik kan het niet, ik kan het niet, ik doe het niet, ik wil het niet, ga niet bij de pakken neerzitten, schouders eronder en ga er gewoon voor, weet je, doe het, doe het, doe het, doe het. Weet je, doe gewoon al die dingen die op hemelvaartsdag kunnen. Weet je, ga lekker met de bal spelen, ga lekker je poes aaien, ga lekker hemelen, weet je, het is jouw dag, jouw dag en het is nu en het is niet nooit, het is nu, niet gisteren, niet morgen, nu. Maak er wat van, ga naar buiten en wens iedereen. Een hele fijne hemelvaartsdag. En als die mensen je dan aankijken van je: wat heb jij nou weer over? Dan zeg je: ja, gast, het is hemelvaartsdag. Het is ook jouw hemelvaartsdag. Dus, lieve mensen, ga ervoor. Ik zie de filmpjes graag tegemoet van welke hemelvaartsactiviteit jullie nu weer allemaal aan het uitspoken zijn. Ja, en, en, en ja, via deze weg kan ik jullie dan eigenlijk alleen nog maar een hele fijne hemelvaartshallo wensen. En een hele fijne hemelvaartshallo Hallo. Hallo.